Helldivers 2, jongens. Ja, ja. We gaan er eindelijk aan beginnen. De game is sinds vandaag uit. En we hebben er heel even op moeten wachten, want hij zou in oktober 2023 moeten gaan verschijnen. Maar inmiddels is hij er. 8 februari 2024. En we hebben net de training doorlopen. We zijn officieel een Helldiver. We hebben onze cape gekregen. En nu gaan we Alien Scum omleggen. Maar niet voordat we een naam hebben gegeven aan onze Super Destroyer ship. Leviathan of Supremacy. Laten we doen. Laten we hiervoor gaan. Uit cryosleep lijkt het wel. Congratulations on completing training, Helldiver. You're in charge of this vessel now. The Democracy officer awaits you on the bridge. Welcome to the Galactic War. Het is gewoon één grote spoof op Amerika, man. De resolutie is wel heel erg laag, trouwens. Ik denk dat het nog niet eens 1080p is, joh. Nou, daar is hij. Laten we eerst met hem praten. Er is but one assured path to peace. And that path is war. Okay. Here you may assess the current state of the Galactic Welcome to the Galactic War. Here the community fights together against its common enemies. It is up to you. Track down and eliminate the Brood Commander. Initiating FTL jump to the Angel's Venture System. FTL jump successful. Hellpods prime. Mission coordinates. Okay, where's in the hellpods? Oh, here. Select your drop location. Anywhere on the mission map, try to avoid dangerous locations. Nou, laat het hier zetten dan, I guess. Launch initiated. We zijn op de planeet. Nou, laten we kijken waar we moeten zijn, hè. Hier is de Brood Commander. Dus die pin hebben we in ieder geval gedropt. Dit is de Extraction Zone. Nou, daar hoeven we natuurlijk niks mee te maken te hebben. Oké, dan stoppen we hem weg. Weten we waar we naartoe moeten. Ik moet zeggen, ik heb dus nog nooit Helldivers 1 gespeeld. Helldivers 1 kwam uit op de PlayStation 4 en ook PC. Maar was een top-down shooter. Dit is een third-person shooter. Van Arrowhead Studios. Volgens mij was de eerste Helldivers best wel geliefd. Want mensen stonden echt te springen toen deze werd aangekondigd. En het lijkt erop dat ze echt veel meer budget ook hebben gekregen. Wel mooi om te zien. Natuurlijk de nieuwe lijn van Sony. Althans, het voelt alsof ze die ook alweer hebben afgebroken. Maar games as a service. En dit is er eentje natuurlijk. Een co-op shooter. Hier zien we iets van een aanwijzing. Retrieve weapon. Een sniper rifle. Switch between primary en dingen. Ja, dat weten we. Find and collect samples. These resources are used by the entire squad. Oké, maar waar moet ik zijn? De levels zijn trouwens procedurally generated. Tagging map, southeast. Hey, ik hoorde een enemy. Daar zijn ze. Zo, de gunplay is wel echt heel nice, hoor. Het voelt echt heel goed. Klein beetje sluggish. Maar niet vervelend. Impact van de wapen, zeker door die PlayStation 5 controller, voelt het gewoon echt goed. Bug breach detected. Oké, hebben we maar genoeg bullets. Dat is ook wel belangrijk natuurlijk. Zijn dit samples? Nog meer?
personal device. Attention, your animal companion request for one hamster has been denied. Weirde fucking humor in deze game trouwens. Maar dat had je al wel door, denk ik. Misschien even naar dat rode plekje op de map. Oh, wauw. Dat was niet de bedoeling. Oké, okay, er zijn nog meer van die shit. We hebben nog 2 van de 7 magazijnen. Ja, we komen nu in een gebied. Kijk, daar zijn ze. Smeerlappen! Laden duurt wel een beetje lang. Natuurlijk expres gedaan. Oh! Discard any... Oh, je kan niet zomaar... Je moet echt pas reloaden wanneer je magazijn leeg is. Anders kom je echt in de problemen. Ja, maar daar is hij. Oh my god. Oké, snel wegwezen. Herladen. Ja, die is dood. Oh god. Ik doe nog steeds gewoon blind reviven of reloaden. Oh god. Woo, we got him! Oh, echt de laatste bullet was dat, man. Laten we snel naar extraction zone gaan. Die is hier. Daar is die. Als we nu gewoon rechtop af blijven lopen, dan moet hij goed komen. Maar dit was nog geen multiplayer potje dus. Dit is in feite een multiplayer game natuurlijk. Los van dat de graphics niet heel bijzonder zijn, zijn ze wel heel vibey. Voor de Super Destroyer leaves orbit. Hoe lang is dat dan nog? Is het nog een half uur? Ja, dat moet geen probleem zijn, hè? Kijk, hier ammo. Die hadden we zeker wel nodig. Ik weet niet of je dat meeneemt. Dat kan geen kwaad natuurlijk. En het ligt er niet voor niks, zou ik zeggen. Ik weet niet of dat van je eigen resources namelijk afgaat als je... Oké, anti-tank. Dat is heel nice. Ik hoor een beest wel. We gaan even knallen. Yeah, let's do it. Let's kill some bugs. Oh, die assault rifle is zo nice. Die voelt zo lekker. Oh, er zijn er nog een paar. Who else wants some? Oh, nee! Nee! Dat ging maar net goed. Ja, laten we gaan. Interact. Het is cool dat je zo'n Konami-code moet invoeren, want zeker wanneer de druk hoog is. Kijk, nu waren er nog geen enemies. Maar als de druk hoog is en je moet die code invoeren, oh my god. Dat belooft voor een boel lijpe momenten. Oh, we moeten hem ook verdedigen, zie je? We hebben natuurlijk er al een paar gesloopt. Oh shit. Het begint wel heel druk te worden. Niet reloaden voordat je je magazijn hebt leeggeschoten. Oké, hier zat er nog maar 1 kogel in. Ze hebben er zin in vandaag. Ja, dan moet er nog meer zijn, toch? Daar.
In ieder geval op de radar. Ja, 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 hier zijn ze. Daarom lagen hier dus aardig wat ammo crates. Nog. Oké, okay, niet twee keer schieten en er heel laden. Jongen, het zit zo in mijn systeem om dat te doen. Gare Call of Duty speler die je dan bent. Ik ben echt een ADHD reloader. Oh. Zonder hoofd? Hij is er. Had niet langer moeten duren. Wat gooit hij daar nou? Let's go. Move. En daar staan we. Een geel-zwarte Helldiver. Van de SIS Leviathan of Supremacy. Ah, dit was Helldivers 2, jongens. En de game is vandaag uit. Multiplayer matchmaking lijkt dus nog niet echt te werken. In ieder geval niet op PlayStation. Ik weet dat de game ook echt bovenaan de chart staat op Steam. Ik heb hier de PlayStation versie. Je merkt ook wel dat de PlayStation versie het grafisch moeilijk heeft. Het is niet een hele mooie game. Het is wel een vibey game. Maar de resolutie is wel erg laag. En op sommige stukjes is het ook wel behoorlijk kaal. Maar ja, het is ook weer procedurally generated. Om het zo maar te noemen. Of dat een positieve ontwikkeling is binnen de gaming-industrie. Dat mag je zelf bepalen. Tot nu toe, ik vind het erg leuk. Ik denk dat we dit zeker een keertje op een donderdagavond gaan spelen. Tijdens de multiplayer-avondjes op stream natuurlijk. En wellicht ben je erbij om gezellig mee te doen. Dit smaakt er meer. Ik ga het verder blijven spelen. Het moet ook uiteraard, want ik doe de GameKings review. Dus hou GameKings .tv in de gaten voor de review. En als je deze video hebt gekeken en je vond het een leuke video, vergeet niet dat duimpje omhoog achter te laten. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren. Voor nu, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Ciao!